Lift up eye treatment. Een quick fix voor je ogen. En essential. En essential. In je beauty routine. Waarom? Omdat het gebied rond je ogen het snelst tekent. Dus daar zie je ook het eerst lijntjes. Helaas. En daarom dit product. Je brengt het aan en je ziet daarna resultaat dat die lijntjes verminderen. Ja. Gladder is je oogoppervlak. Ja. En daardoor zie je er ook verfrist uit. Dus zeg maar je wake-up call. Er is altijd een discussie over of het of de huid rond je ogen anders is dan de rest van je gezicht. Mm-hmm. Die is dunner. Ja, hè? Mm-hmm. Want er zit toch ook minder talgklieren, minder vet, minder alles. Mm-hmm. Want daardoor heb je toch ook extra... Maar jij bent er dus echt van overtuigd dat je dus een oogproduct nodig hebt. Ja, ben ik echt van overtuigd. Ja. Dit is het bewijs. Precies voor wat dit product doet, is al het bewijs dat je een oogproduct nodig hebt. Maar wat ook heel leuk is van dit product, als je dus klaar bent met je ogen, dan kan je het bijvoorbeeld ook leggen op lijnen die je hier ziet. Of bijvoorbeeld op je bovenlip. En zelfs, wat een heel leuk accent vorige week iemand gaf, die legde net zo hier. Oh. Het bestaat uit twee gedeeltes. Dus je hebt een vliesmaskertje, zo noem ik het maar. Hoe noem jij het? Collageen. Dit is echt collageen. Puur collageen? Puur collageen, ja. Ja, dat voel je ook. Wat jij nu in je hand hebt, of in je hand neemt, dank je. Voelt, is puur collageen. Dat is geen stofje, dat is geen watje, dat is geen whatever je betekenis daaraan geeft. Het is gewoon collageen. En het leuke van dit product dus ook is dat het een medisch bijproduct is. Het komt dus van een fabrikant die dit soort collageen sheets in een andere, meer medische toepassing gebruikt voor huidtransplantaties, brandwonden en dergelijke. En dit is eigenlijk hun restafval of bijproduct. En heeft een wij hebben daar deze mooie eye treatment mee gemaakt. En dat maakt dus ook dat, weet je, dat vond ik het mooie, dat hij ook echt die hele professionele en die medische achtergrond heeft. Wat ik leuk vind is dat we eigenlijk, er was een tijd qua maskers dat het allemaal snel moest en 's nachts. En dat er eigenlijk geen tijd was om even stil te staan bij wie je bent. En dat het nu weer heel erg in is of hip is dat je als vrouw, je kunt natuurlijk ook enorm als man dit onder je ogen doen. Zeker, unisex. Unisex. Mm-hmm. Maar ik denk dat het gros van de gebruikers vrouw is. Dat je dan toch weer tijd voor jezelf maakt. Ja. En dat maakt ook dat je jezelf dus die treatment geeft. En de naam van het product. Lift Up Eye Treatment. Ja. Want wat dit product dus doet, is het lift ook je spirits up. Hey. Hoezo? Dus vandaar, als cosmetica zijn werk goed doet, krijg je dus door die beauty een, geeft je kracht en dat lift dus je spirits op. Dus jij zegt, het maakt niet zoveel uit, je hoeft niet alles van één, wel het liefst veel van een merk te gebruiken, maar je kunt dit ook al gebruiken, een totaal ander iets, kun je dit gewoon onder je ogen doen. Ja. Dit is dus puur collageen. Puur collageen. En dan hebben we hier ook nog hyaluronzuur. Stel nou dat je niet weet wat hyaluronzuur is. Mm-hmm. Wat doet het? Het Engelse woord staat heel mooi voor. Plumbing. Dus het vult op. En hyaluronzuur, heel simpel gezegd, kan je eigenlijk vergelijken met dat bubbeltjes papier. Wat je bijvoorbeeld indrukt. En het gaat eigenlijk soort van ingedrukt richting je huid en dan vult het zich op en dat maakt ook het plumbing effect. Hoe werkt het? Je moet 20 minuten laten zitten. Ja. Kan ik ondertussen? Alles doen. Alleen op je hoofd staan, dat is wat lastiger. Maar je kan echt alles doen. Zo doe ik het dus ook, want 's ochtends 20 minuten zitten, dat is echt een luxe als je dat kan. En bij mij werkt het zo, ik heb gedoucht, ik breng die sheets aan, ik smeer boterhammen.
En precies in die tijd haal ik ze af voordat ik de deur uitga. Oogcreme op en make-up als je dat gebruikt. En dan ben je klaar. Hoe vaak moet je het doen? Mag je het doen? Misschien is dat een beetje je vraag. Mag het elke dag doen. Alleen de realiteit is, ik doe het 2 tot 3 keer per week. En dat is ook het leuke aan het product. Dus het is zeg maar een quick fixer, iets wat je meteen ziet. Maar als je het vaker in de week gebruikt, dan stimuleert het ook je eigen collageenproductie, waardoor je dus nog meer resultaat krijgt. Kan ik het niet gewoon op een watje doen? Nee, want dat is dus het mooie met elkaar. Mm-hmm. Het is echt synergie. Dus dit is het collageen. Die moet geactiveerd worden. En wordt dan ook wordt doordrenkt met die vloeistof. Dan blijft het ook plakken. Mm-hmm. Want als je het gewoon op je huid doet, valt het eraf. En dit kun je, als je hier een 3D-foto van ziet, dan lijkt het op de collageenstructuur van je huid. Dus die is identiek, die vezelstructuur. Dus wordt het beter opgenomen? Ja, het is eigenlijk een soort van communicatiemiddel, hè, om een hele simpele termen te zeggen. En dit is het vervoerssysteem. Dus je hebt eigenlijk second skin op jouw huid zitten. En sommige mensen zullen zeggen echt de wat meer ervaren cosmetica gebruikers of zelfs professioneel. Ze zeggen ja, maar collageen wordt niet opgenomen door je huid. En dat is dus ook wat dit product doet. Het zwengelt je collageenproductie aan. Ik heb het in de koelkast gelegd. Ja. En dan is het echt te verfrissend. Maar je ziet ook gelijk resultaat. En het komt regelmatig voor dat ik slecht slaap. Of het komt eigenlijk meer voor dat ik... Ik voel eigenlijk vaker voor dat ik slecht slaap dan dat ik goed slaap. Maar dan zit je de hele dag met zo'n vermoeide ogen. En dan vind ik het zo lekker om dit even op te hebben. Ja, ja, precies daarvoor dacht ik, oké, dit is waar we mee gaan beginnen. Hoe begin ik? Wat doe ik? Je drukt de activatievloeistof met hyaluronzuur in de richting van de sheets. Oh. En dan moet hij echt ploffen. Ja. 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 Ja, want dan zie je ook, hij gaat hier door naar de sheets toe. Ja. Die laat je helemaal doordrenken. Of die worden doordrenkt met die vloeistof. Dan maak je de blister open aan deze kant. De kant waar de sheets zitten. En eenmaal open is open. Eenmaal open is open. Eenmaal gebruikt is klaar. Ja. Het is niet nog een keer. Wat je wel kan doen daarna is op andere delen van je gezicht om. Nu zie je een kant met relief, mm-hmm, en je merkt een zachte kant. En die zachte kant, die leg je op je huid. Als je hem aangebracht hebt, dan let je op dat hij gewoon geen ribbeltjes meer aan de opkant. Je hebt hem perfect aangebracht. Je kan hem dus ook dicht bij je ogen aanbrengen, omdat hij zowel op huid is getest als op ogen. Oh, dus je hoeft hier niet bang te zijn, want het prikkelt niet. Nee. Dus ook wat mensen wel zeggen, oh, ik heb een gevoelige huid, ik durf bijna niks te gebruiken, kan je juist dit product heel goed gebruiken, omdat collageen die herstellende kracht heeft. Dus bijvoorbeeld, ik heb het ook wel eens dat je in de zon zit, mm-hmm, en je verbrandt hier. Dan kan je dus perfect zo'n sheet opbrengen. Dan neemt de roodheid ook weg. Die vermindert. Ik ben zo benieuwd naar het resultaat. Maar het is... Ik hoop dat je het kan zien, dat het dus echt... Ik heb geen lijntjes meer. Dan moet je zeggen, die heb je nooit gehad. Die heb je nooit gehad. Dank je. En je moet zeker niet lachen, want dan krijgen we lachrimpels. Oh.